Deftige zaal. Kunnen jullie mij eens filmen? Ja. Ik ben aan het filmen. Ik ben bezig met filmen, maar ik ken het niet in reverse. Is mijn kop in beeld? Ja. Gegroet, best wel live vlogger. Als je nu op mijn Facebookpagina dit filmpje aantreffen. Er gebeurt iets heel erg eigenaardigs. We zitten hier in minigolf Beatrice samen met mijn beste vrienden. Hier aanwezig, met ook een heel mooi publiek. Kan je daar in beeld brengen, Rudy? Van de Mature Studio. Heel mooi publiek ook. Ja, je moet hem wel zo houden. Oh ja, oké. En wat gaan we doen? Ik heb net de eerste helft gespeeld van de voorstelling Gewoon Blijven Ademen. En nu meteen de tweede helft gaan we livestreamen. Dus mensen die nu eenzaam thuis zitten, die kunnen die voorstelling gewoon volgen gratis op Facebook. Dat is een grote inzet, want dan geef ik allemaal moppen weg. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, want iedereen kent die moppen al 30 jaar. Dus die moppen hebben het niveau bereikt van liedjes. En je kunt graag een liedje gerust 100 keer achterin horen. Ah. Wat ik dus wel ga doen, is vragen aan mensen in het publiek of zij dan die telefoon willen vasthouden. Maar dat hoeft niet de hele tijd dezelfde te zijn. Dus je kunt die dan rustig doorgeven. Maar die komen allemaal al in beeld. Ja. En zie jij nu dat er... John Leven, Jeroen Vincent, Stefan Broeren, Senne Rossard. En dat zijn allemaal reacties. Die zijn nu al bezig, die zijn aan het kijken. Ja, die zijn allemaal aan het kijken, dat is een geweldig medium. Dat is geweldig. Ja. Dat is echt geweldig, ja. Ik kom er nog altijd bij. Oei, ze gaan terug uit beeld, ja, dat is ook veel. Sorry, we gaan ook weer weg. Dus, niet normaal. Ik kan wel niet, dames en heren, jullie reacties beantwoorden, want ik ga live optreden. Dan kan ik moeilijk terwijl met die telefoon bezig zijn. Rudy, wat moet ik dan doen? Wat gaan wij doen? Ga jij die 2 minuten vasthouden en dan 2 minuten jij? Dan ga ik die zo een heel de eerste rij doorgeven. Ah, ja. Ik hoop wel dat ik de telefoon op het einde van de voorstelling niet kwijt ben. Dat ik altijd wel ongeveer weet. Maar ja, waar gaat het? Dus ik gewoon doorgeven. Mooi. Oh. Blijf streamen, hè, Rudy. Blijf streamen, hè. Kijk, ik kom er nog constant. Kijk. Hier gaan nog mensen bij. Misschien even reclame tussendoor. Een sponsoring. Technieken! Meneer de technieken, kun je mijn micro laten? We hadden gezegd 20 minuten, maar dat moet niet per se 20 minuten zijn. Ik zie dat iedereen zijn drankje of haatdrankje heeft. En aangezien de voorstelling zo langer duurt dan aangekondigd, is het toch ook wel tof om die pauze af te knijpen. Maar je kan wel gedurende de eerste 10 minuten van deze voorstelling toch wel nog drank bestellen, naar het toilet gaan, weglopen, niet omdat je niet goed vindt, maar om nog volk bij te houden. Hoe laat is het nu? Dan kan ik het een beetje timen. Het is stipt 2 na 9, dat is een beetje accuraat. Kijk, dames en heren, dit is ook bijzonder. We gaan ik ben bezig met een livestream. Dus ik heb 5000 Facebook vrienden, dat is erg veel. En die volgen dit nu live on stage. Oké, ik ga er dus nu al in vliegen. Het is 2 na 9 of 2 na 10? Wat was het? 2 na 9. 2 na 9, altijd lekker vroeg. Dus we spelen met het applausje bijgerekend tot 12:30. We gaan nog een uurtje tegenaan, dames en heren. Ah ja, dat wil ik dus ook vertellen. Dat is voor Rudy, heet die jongen, erg. Als hij nu de hele voorstelling lang bij moet filmen, want ik val hem erop maar mee lastig. Dus wat we gaan doen is, als hij het beu wordt, dan geeft hij die telefoon door aan iemand anders. Maar je moet echt beloven dat ik hem op het einde van de voorstelling terugkrijg. Dus even laten horen toch aan al de mensen die ons nu aan het volgen zijn thuis in de huiskamer. Dit is het publiek van Don Vitaski in Minigolf Beatrice. Ja!
Door alle chaos heen wil ik meteen iets goed maken. Tijdens de pauze kwam te zeggen, ja, dat is allemaal wel leuk, gedichtjes over honden en over uw ex-lieve en over uw vriendinnen vertellen. Maar je hebt het nooit eens over dactualiteit. Voor jou is niet iets doen over dactualiteit. En dat ga ik dus nu doen om alles goed te maken. Dan moet ik zeggen, ik volg dactualiteit eigenlijk helemaal niet. Maar wat is wel leuk, dactualiteit volgt mij. Pas werd ik zelfs door dactualiteit achtervolgd in een tram. Dus het was iets ongelooflijks. Ik zat hier in de Wolstraat nummer 7. Nee, in de Wolstraat in tram nummer 7, excuseer. Zat ik dus in een tram en daar had ik iets zeer flabberig gassend aan de hand. Dus wat gebeurde er? Ik pak banaan nooit een tram, dus wat voor mij sowieso eigenaardig. Ik zat op een stoeltje, ik keek door het venster en ik dacht letterlijk het volgende bij mezelf. Ik moet er trouwens bij vertellen, als ik deze beweging maak, wil dat niet zeggen dat ik acuut dement ben, maar dat is dus om uit te drukken dat ik in je tram zit. Dus dat is wat ze noemen, misschien dat ik het herkent, dat is wat ze noemen theatertaal. Dus zo doen ze dat, zo leven ze bij Studio Terling. Enfin, ik ben bij Terling nooit binnengewogen, maar ik heb dat zeker gezien door die een venster van, ah zo doen die dat. Eén verschil, als je bij Terling speelt dat ze in een tram zitten, die acteurs, dan heb je nog een actrice aan mij doet. Waarom dat die mensen zo veel zijn? Ik stond er altijd maar helemaal alleen van. Maar goed, ik zal het nooit vergeten, ik zit in die tram, ik kijk door dat venster en ik denk bij mezelf het volgende. Ik denk Vitalski, maar toen werd ik dus door dactualiteit achtervolgd. Ik denk bij mezelf Vitalski, nog 3 of 4 haltes en je kunt hier best uitstappen om hier Iverans met een kruidenier een dos eieren te gaan halen. Juist op dat moment werd ik op mijn schouder gedikt door een dame van vooraan in de 80, of als ze er eigenlijk omdraaide, achteraan in de 80, met, je zult dat wel kennen, zo een regenkapje op. En dus minder erg om zo onnozel te zijn met een plastic zak op uw kop dan als er één druk op uw paarsje verder permanaat zou vallen. Heb je geen aan het doen? Zij tikt mij op mijn schouder en ze zegt zo, Vitalski, nog 3 of 4 haltes en je kunt hier best uitstappen om hier Iverans bij de kruidenier een dos eieren te gaan halen. Ik zeg, wat gebeurt er hier? Wel, zegt dat mens, ik zend van het Vlaams Belang. Ik zeg wat jij denkt. En zo ben ik dus op dactualiteit achtervolgd. Ik denk deze is te veel, ik stap onmiddellijk terug uit trouwens. Nee, maar ik moet zeggen, ik had al 5 dagen niet meer geslapen. Ik was uitzonderlijk genoeg ook ongelooflijk stoned. Van een hele rare joint, de mensen van mijn vrienden heb ik niet, maar de mensen van mijn kennissen. Als die stoned willen worden, dan gaan die stuff halen in Bergen op Zoom. Of in Breda, is altijd een super deprimerende onderneming op zo'n zondag namiddag bedrogen worden in zo'n coffeeshop. En dat hoeft dus helemaal niet. Doe zoals ik, als je een joint wilt rollen, waar haal ik mijn stuff? Ik ga gewoon naar op de Meijer, naar de H&M. Maar ik heb er wat psychedelisch, dus wat gebeurt er? Ik stap uit die tram en ik voel ineens, maar ik al 5-6 dagen wakker was, van fuck, ik kon ineens beginnen te geven. Dat is niet meer normaal. Dus dat bleef wat duur. Ik denk, dit wordt gevaarlijk. Als ik niet binnen de 1,5 minuut stop met geven, dat is een verstikkingsdood. Terwijl ik al het geven was, voel ik ineens, omheen, ik moet hoesten. Dus ik kreeg jou dat ooit. En ik voelde dat, dus geven en hoesten tegelijk. Ongelooflijk pijnlijk. En ineens voel ik, omheen krijg de nik. Zo lopen dus, door de Hoogstraat, ineens, zie mij aan. Kijk, wat heb jij mens? Kijk, moet ik net zo doen? Kijk, ik moet een boer laten. Kijk, stap ik over die stoep. Kijk, overal mensen rond mij al zien van wat doet ik. Kijk, maar nooit zoveel succes gehad. En net zo weer voel ik, mijn kriebelen in de neus. Ik moet niezen. Iemand een zakdoek. En dan staan ze zo, was moet ik dus overgeven, niezen, kotsen, schijten, pissen, alles tegelijkertijd. Toen dacht ik bij mezelf, nu moet ik het rustig aan doen. We zijn ermee begonnen van de 2e helft van deze voorstelling gewoon. Blijven ademen. Ik ben blij dat jullie er allemaal nog zijn. Het wordt ongelooflijk erg als de 2e helft de 1e helft weg is. Of hij moet schijnt, ik heb er natuurlijk
nog nooit meegemaakt. Dames en heren, tussendoor even zeggen, mensen zijn eigenlijk feitelijk ongelooflijk lelijk. Jullie zullen zeggen, dat valt wel mee, maar jullie moeten niet elke avond opstaan zien. Wat ik vooral zo lelijk vind, dames en heren, is dat mensen een mond moeten. Dat vind ik een rare uitvinding van God, een mond. En dat wij vol met gaten staan, dat snap ik. En dat moet allemaal wat kunnen verluchten, dat moet allemaal wat kunnen tochten. Maar dat wij een gat moeten hebben in het midden van ons gezicht. En nog heel de tijd een gat, dat is nog mottig, en dat nog een gat dat heel de tijd open en dicht gaat. Vooral bij ons moeder, dat de hele nacht open en dicht. En alsof dat nog niet erg genoeg is, moet er in dat gat, in ons gezicht, moet er nog zo een tong hangen te leiden. Dat is toch walgelijk. Het is zo'n mossel dat zijn eigen leven leidt. Dit ben ik zonder tong. Dat is best wel charismatisch. Dit ben ik vlak voor mijn kusgeef. Dit ben ik gewoon, hè. Dat kun je niet willen, hè. Dus het is afgrijzelijk, maar gewoon omdat we het gewoon zijn, doen we alsof het gewoon is en worden we het ook gewoon. Maar je moet eens proberen te visualiseren, dames en heren, hoe dat eruit zou zien. Je moet eens proberen in te beelden hoe dat eruit zou zien. Moesten wij een tong hebben in ons gat? Hoe dat eruit zou zien. Niet een tong van iemand anders, maar een tong van mijn eigenzelf. Als je gehaast hebt, is geen zin. Maar gewoon omdat we het gewoon zijn, doen we alsof het gewoon is en worden we het ook gewoon. Oké, ik wou eigenlijk niet over beginnen, maar ik heb geen droom. Dan geeft er wel een punt. Het is ook wel handig. Tong is ook wel handig. Bijvoorbeeld, dankzij een tong kunnen we zeggen als we technisch niet meer goed weten. En dat is dan wel praktisch. Je komt bij een bakker, het is 6:30 's morgens, het is nog vroeg, ga ik nog prut in je brein. Ik had een aardige droom dat je de jeansbroek waart van Kylie Minogue. Dus je zit er nog niet helemaal bij. Je stapt bij een bakker, dus jij denkt van kijk, doe mij maar een eclairje. En een tompoes. En van die twee vierkanten met pudding. En... een curryrol. Dan gaat je een bakker niet zeggen blablabla met curryrol, maar ik ga in tegendeel, die mensen is blij dat er nog eens een curryrol verkoopt. Een jaar of 5 geleden was in Antwerpen de curryrol ongelooflijk hot. Iedereen moest curryrol hebben, maar tegenwoordig wordt de curryrol terug van de markt gedreven door het vintage worstenbrood. En nu zou ik eigenlijk Jan de Smet, is je hier nog, die man die jullie wel kennen, beroemde, die man is van Duffel. Geef die man een applaus aan het beroemdste publiek. Beroemdste man aan het publiek. Die is van Duffel. Dus dan moet je dat toch even uitleggen aan Jan de Smet. Kijk, een jaar of 10 geleden wou in Antwerpen iedereen per se curryrol. Dus die motor binnen een jaar of 11 zal die een Duffel dan ook wel zijn doorgedrongen. Dus daarom zijn we blij. En wat merken we, dames en heren, wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk filosofieën verkondigen. Intelligente waarheden over de mensen in het algemeen. Dat vind ik belangrijk. Want de mensen hebben eigenlijk een verkeerd beeld van mijn imago en mijn reputatie. En mensen denken dikwijls van de reputatie, zet je nergens op de mat, geef je een glas water en het is goed. En dan wil ik nu wel eens stresseren. Dat zou ik nu wel eens willen stresseren. Voor jullie staat er iemand, dat mogen jullie beseffen. Ik heb dus wel mooi 2 diploma's. Ja, één diploma en zwemmerwet. Maar wel zwemmerwet tot 250 meter schoolslag. En dan zo wel geluid, dan zegt iemand, die gij zijn mee, want dat is bijzonder. De meeste mensen die gaan voor een zwemmerwet van 200 meter, of wel van 300 meter. 200 meter, dat doet niemand. Waarom niet? Omdat dat zwemmerwet aan dezelfde kant wordt uitgereikt als de kant waar dat jij vertrekt om dat zwembad. Dus als deze dat zwembad is, ja, je doet 200 meter schoolslag, want doe je zo, hè, dan krijg je een zwemmerwet. Of, weet je ook jullie mensen, als je 300 meter schoolslag doet, doe je het zo, en dan krijg je een zwemmerwet. Maar ik deed dus 250 meter schoolslag. Ik zeg, ik heb gedaan, krijg ik nu mijn zwembrevet. En die man, kom, ja, dan zal je moeten terugkomen. Ik zeg, ja, en dat jullie die laatste 50 meter er terug aftrekken zijn. Dat is nog een heel diplomatiek steekspel geweest. Voordat ik die zwembrevet kreeg. Nu heb ik ze. Maar wat is nu het erge? Zonder dat hij dat wou, zonder dat hij dat vroeg, hij als moeder, dat zwembrevet om mijn zwembroek vastgenomen. Ja. Zelfs toen ik die zwembroek nog aan had. Ja. Kei wel zeer. Ik deed dat ook niet echt goed. Ik kan die zwembroek nooit meer terug uitdoen. Maar dat wil dus zeggen dat als ik nu mijn zwembrevet wil showen, dat ik dus in mijn zwembroek naar al die recepties moet. Natuurlijk is de mensheid daar nog niet klaar voor. Natuurlijk dwingt er daar geen respect mee af.
En zo was ik pas op een politieke receptie voor dingen Lenny Kravitz. Het was een benefit voor Lenny Kravitz. Ik zeg het verkeerd, dit is een zus, Hilde Kravitz. Benefit voor Hilde Kravitz. Een maat van mij, de Dimitri, elke keer die Dimi, maar wij noemden zo meer Dimitri in de volgende omgang. Die zegt, kijk, Don Vitalski, als je nu naar die receptie van Lenny van Hilde Kravitz gaat, zou dan niet voor alle zekerheid in die zwembroek een banaan kunnen steken? Misschien dat je charisma gaat bevorderen. Dus maar later kwam ik het terug tegen. Wel, zegt een Dimitri. Hij zegt, en heb je mijn raad opgevolgd? Ik zeg, natuurlijk, that's what friends are for. Hij zegt, en heeft dat gemarcheerd? Ik zeg, in principe wel. Maar je had me er wel mogen bij zeggen dat ik die banaan, dat ik die er langs de voorkant moest insteken. Dat was dus echt goor, dames en heren. Als dat nu zo'n onrijpe banaan had geweest, geen probleem, maar dat was zo als zo'n murrige banaan. Dan kwam er zo langs achter, zo helemaal uitgedroogd. Ik dacht dat ik me toch maar langs voor ging gestoken. Dus ik denk bij mezelf, ik ga ergens naar de seksshop van een dildo. Dus ik wandel voor niets ook in mijn leven, want ik zei dat ik niks verloor, een seksshop naar binnen. Wat heb ik daarvoor? Er lukt in die winkel een kleine rond van een jaar of zes. Pak dan nog, half zeven. Een kleine van half zeven lukt er tussen die rekken weg weer. Die winkelier gaat direct op af van, hom jong, waar zijn jij mee bezig? Wel, zegt die kleine, ik ben op zoek naar porno. Jammer, zegt die winkelier, dat kan niet doorgaan, want jij bent nog niet volwassen. Jammer, zegt die kleine, ik ben op zoek naar kinderporno. En dan heeft hij dan toch wel meegekregen. Namelijk van Fisher Price. Dus in plaats van een DVD dat dan een Viewmaster. En als je goed kijkt, dan zie je dus grootmoeders hun eigen borsten insmeren met onverriet, dames en heren. Maar ik laat naar je gaan, want ik ging eigenlijk juist filosofisch uit de hoek komen laten zien dat ik 2 diploma's, 3 diploma's en een zwembrevet heb. En dat zal ik dus nu doen met een paar one-liners, een paar korte gedichtjes. De hemel bestaat terdege, alleen het formaat valt tegen. Als mens sta je altijd maar op het kruispunt tussen angst voor de toekomst en spijt om het verleden. Het leven is een horizontale val. 1 kom krabbensoep is genoeg om uw eigen tong 17 keer na elkaar aan te verbranden. Gewoon een kwestie van timing. Een muur metsen duurt 400 keer langer als over een muur heen springen. Ik ben blij als het regent, want als ik niet blij ben, regent het ook. Het is beter om iets op zak te hebben waar je totaal niks mee kunt aanvangen, dan om iets niet op zak te hebben dat je super dringend nodig hebt. Sommige dingen die, wanneer ze ons overkomen, op ons overkomen als volstrekt onoverkomelijk, komen nadien soms, nadat ze ons zijn overkomen, op ons over als bijna bijkomstig. Ik weet niet of daar een beetje overkomt. Dit is een raampje. Ik doe altijd zo, maar dat komt door mijn haar altijd per ongeluk in een middenstreep valt. Dat is echt vreselijk. Dat is mijn grootste vijand, die middenstreep die altijd terugkomt. Ik wil gelijk Hitler zullen erop zijn. Altijd die midden. Als mijn haar te hard in een middenstreep ligt, roept dan allemaal samen, hoi! En dan weet ik, moet er terug aan werken. Al weet je nooit op voorhand wat voor een dag het wordt, wees toch steeds voorzichtig in een vliegtuig dat neerstort. Nu, dames en heren, als je in een vliegtuig zit dat neerstort, dat is natuurlijk erg. Maar als je dat voor hebt, dan moet je maar denken, je zit in zo'n vliegtuig dat neerstort, dan moet je maar beseffen, kijk, er zijn altijd mensen die het nog veel erger hebben. Mensen die zitten in een neerstortend vliegtuig en die beseffen, shit, dat is ook eens de verkeerde vlucht. Dan nog een wijsheid, niet van onze vovo, maar van onze epidrie. Dat was ook interessant, dat zo met alle neefjes en nichtjes rond hem, tussen kerstmis en nieuwjaar, wanneer was dat dan? Met Pasen? Zitten we er eens nog tussen. En zei als voor van, kijk, beste kinderen, vroeg of laat zul je merken dat als je met een bloem van klop in de vrouw, dan moet je tegen te beginnen. En zo was het maar net. Of het klopt, dat weten we niet, maar we konden er in ieder geval niks tegenin brengen.
En als ik deze beweging maak, is dat niet omdat ik debiel word, maar omdat het dus een tik nerveus was van onze volk. En dat zou mij ook in mijn rol helpen, moesten jullie ook af en toe... Ja, niet heel een tijd, maar sowieso een keer. Oh, jij doet dat van uw werk. Jij deed dat dus strak ook al. Neem het niet kwalijk. Nu, onze vodding had nog een probleem, dat is, terwijl hij dan die wijsheden debiteert, ik heb dat niet helemaal kunnen nadoen, je riep altijd ongelooflijk hard, met als gevolg iedereen bij ons in de familie heeft ontstoken oren, meer specifiek volstrekt ontstoken buizen van Eustachius. Als je dat kent, trouwens ook als je dat niet kent, dat blijft gelden. Buis van Eustachius. Niemand, ik dacht intelligent publiek. Waar is een buis van Eustachius? Hoe moet ik dat aan jullie uitleggen? Een buis van Eustachius. Kijk, dames en heren. Heel ons lichaam is van ons eigen. Dan worden wij doen wat je wilt. Ik wil dat er nu nog een stuk zoos van doen. Je mag je belachelijk, maar het is van u. Alleen in ons oor zit er een buisje. Dat is niet van mij, dat is van de gast. De Eustachius. De Eustachius Jaanse. Toffe gast, kan wel zien voorbij, zou ik niet. En een toffe gast, maar moet het toch voor oppassen, want die kan altijd terugkomen vragen. Dan belt je op de zondag af, dan heb je daar die buizen nog liggen. Dan belt hij dat die nog in orde zijn. Als Elvis Presley nog geleefd had, dan was hij nu 87. Als Lady Di nog geleefd had, dan was hij nu 61. Als de Queen of England, ja natuurlijk. Als die nog geleefd had, hoe oud zou die dan nu zijn geweest? 96. Als Hitler nog geleefd had, dan zou die nu toch wel dood zijn geweest. Dat kan natuurlijk niet blijven duren. Dus voilà, dames en heren, dit zijn allemaal wijsheden die ik zelf heb ontwikkeld tegen mijn karma in. Omdat vanaf mijn jeugd alles eruit zag dat het met mij fout zou lopen. Ik heb een afgrijzelijk traumatiserende, ja, wil ik toch vertellen, traumatiserende jeugd achter de rug. Ik ben opgegroeid in een ongelooflijk klein huis. Wat gebeurt er allemaal? Ik heb problemen. Zit dat streamen voor jullie in de weg? Is dat zo? David Bowie zingt 5 years, maar tussen nu stopt er iemand te filmen. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja. Maar ik ben ook niet 5 years aan het zingen. Ik ben eigenlijk ook niet echt David Bowie. Maar is dat vervelend? Nee. Ja, maar voor vind dat je eigenlijk beter op de camera zit dan niet? Want ik besef nu ineens dat ik dat zelf heel vervelend vind als er voor mijn neus stond te filmen. Vind je dat vervelend? Je mag gerust mijn teelballenperspectief, dat is voor de mensen in de Facebook. Moet ik dat dan uitvergroten? Ik vind niet dat ze heel goed beeld moeten hebben, want ze hebben geen tickets betaald, jullie wel. Dus misschien moet je toch maar die telefoon, doorgeven? Als je dat vindt, een beetje lager houden. Toch lager, ja, maar dat is schaams. Niet alleen maar een videofilm, hè. Zo'n ticketperspectief. Een slecht beeld, geef ik toe, maar mijn live publiek gaat natuurlijk voor van mijn Facebook-vrienden, die ik bij deze wel kunnen zien hoeveel viewers we hebben. Mij. Ja, 2100 of zo. Tom Blok bijna. Want er is een juist hier weggegaan. Dus ik ben opgegroeid in een huis, dat was zo klein, was zo'n klein huis. Dat was gewoon een zolder, maar met direct eronder de kelder. En er was niks ertussen. En het eerste dat ik ooit heb meegemaakt, was ik een jaar of 7. Pak dan ook 7:30. Wat er dan gebeurd was, dan zijn ons vader en ons moeder uit elkaar gegaan. Het is te zeggen, ons vader bleef waar die was, maar ons moeder weer verliefd op een andere man. Dus ons moeder ging uit elkaar. En omdat ik dus een manneke van bijna een jaar of 8 was, mocht ik niet, maar moest ik kiezen tussen mijn vader en mijn moeder. Kan iemand zich dat hier inbeelden? Zo'n klein manneke van een jaar of 8. Maar ik was niet zo klein, maar ik droeg altijd een korte broek. En ik wou toch dat die zoon op mijn schoenen lag. Dus het was een heel moeilijke keuze. Dan ben ik op een regenachtige avond, gelijk als vandaag, stilletjes naar ons moeder gewandeld en zei tegen ons ma, ik zeg, ma, als ik nu voor u kies, krijg ik dan een brommerke. En dan zei ons moeder zo, ze zei, Vitalski, als je nu voor uw vader kiest, dan zal ik u een brommerke geven. En dan zei ik naar ons vader gegaan. Al was hij bijna nooit thuis en hebben nou heel zijn leven in het gevangen gezeten. Maar dat is wel tof, toevallig een paar dagen geleden is hij ineens ontsnapt. Op een ongelofelijke manier, eigenlijk een heel typische manier. Hij had gewoon allemaal lakens aan elkaar geknoopt. En daarmee is hij door het venster naar buiten geklommen. Maar ook ongelooflijk, want toen hij naar buiten klom, eigenlijk zat hij op het gelijkvloers. Maar hij zal gedacht hebben, dat moet zo. En pas kwam hij dus op televisie, op ATV, ik denk eindelijk ons vader op televisie. Enfin, hij niet, maar zijn gevangenisdirecteur. Die kwam op ATV becommentariëren. Wel, zegt die gevangenisdirecteur, ik snap dat die mens weg is, die zat hier al lang.
Die wou waarschijnlijk voets met zijn leven. Maar, zegt die gevangenisdirecteur, alleen hoop ik dat hem beseft dat hem bij ons nog altijd welkom is. Dat voor hem bij onze deur nog altijd wagenwijd open is. Ons moeder was ook hard. Dus, die was zo heftig, die is 7 maanden te vroeg geboren. En dan was hij zo heftig, dan hebben ze die in de plek van in een croque-monsieur... Wat zei ik? Sorry. In de plek van in een couveuse heb je weggestoken in een croque-monsieur machine. Spoiler alert. En ze was dus eigenlijk haar hele leven lang een ongelooflijke nymphomaan, een feminist, ongelooflijke feminist. En ze was ook bedleger. Enfin, ze was niet echt bedleger. Maar ze was toch bedlegerig. Ja. Als je maar hard genoeg bedleger wilt, dan word je natuurlijk vanzelf bedlegerig. Hoewel ze sliep niet echt in een bed, dus als moeder die sliep in een kaft. Dat is nu het schooljaar terug begonnen, dat is interessant. Dan pakte ze op het einde van een dag een ladderke en dan ging die zo in een kaft hangen. Dat moest wel, ze had een geperforeerde darm. Je mag ook af en toe woehoe. Als je maar bent. Voel mij eenzaam. Als ze in dat kaft hangt en het sukkelt met haar gezondheid, is hij ook alleen maar met haar eigen bezig. Dus was ik een lagere schoolkind, ik kwam thuis en vroeg als moeder vanuit haar kaft van en al school. Zegt hij ze zeggen, ik heb dus wel de mazelen, de rode hond, blauwtong, apenpokken. Ik was van een tijd ver vooruit. Ik heb dus wel de mazelen, de rode hond en syfilis tegelijk. Och, zegt als maar, ach, je mag gezond zijn. Dus voilà, dames en heren, dat is mijn karma. Vanwege mijn moeilijke jeugd zijn hier nog mensen met een slechte jeugd. Je zult dat kunnen bevestigen als je slecht begint. Heel mijn leven is dus één aaneenschakeling van acute psychoses, brute pech, catastrofale bruine vensterenveloppen, depressies, fiasco's, grondvocht, gedoe met gerechtsdeurwaarders, harde regen, ineengekrompen turnsokken, jerrycans met gaten in, koude neuzen, lekkende daken, maagzweren, natte kelders, ondergesneeuwde zolders, platte banden, slechte rapporten, valse beloftes, tegenslag en daarbovenop ook altijd ongelooflijk veel tegenslag. De laatste had ik al eens gezegd, maar ik heb dus altijd dubbel zoveel tegenslag. Dubbel zoveel tegenslag. Sorry als generaal inval. Sorry als generaal inval. Sorry als generaal inval. Sorry als generaal inval. Iemand? Sorry als generaal inval. Moet mij? Sorry als generaal inval. Een klets geven. Sorry als generaal inval. Niet te hard. Sorry als generaal inval. Iemand? Sorry als generaal inval. Moet mij? Sorry als ik in de raling val een kletsch geef. Sorry als ik in de raling val. Anders stopt deze niet. Sorry als ik in de raling val. Iemand heeft mijn klets. Sorry als ik in de raling val. Doe maar. Sorry als ik in de raling val. Doe maar. Sorry als ik in de raling val. Doe maar. Sorry als ik in de raling val. Dat blijft duur, jongens. Sorry als ik in de raling val. Dan zeg je wat je betaalt. Sorry als ik in de raling val. Sorry als... Oké. Dat zal ons harder maken. Dankjewel. Dankjewel. Dit is eigenlijk... Ik wil juist dat er meer vrouwen aan de top staan, zodat ik mij ook een weg naar de top kan maken. Ik wil ook een directrice en op haar bureau komen en zeggen, straf mij. Ja, echt een beetje, niet veel harder, maar toch een beetje harder mogen kletsen. Dus dat is mijn karma, dus ik heb altijd pech. Hoe illustreren we dat? Een paar dagen geleden dacht ik, ga toch eens meedoen met een loterij, maar dan heel specifiek met dingen. Win for life. Ik dacht, dat is tof. Win for life. Ik kom thuis met een ticketje, fuck, in de gazettenwinkel en ze mij het anders meegeven, kronkelijk of expres, namelijk Lose for life. En wat blijkt nu? Dat heb ik dus gewonnen. Lose for life. Dus voor de rest van mijn leven wordt er nu elke 6e van de maand 700 euro van de rekening gehaald. Wat nu extra erg is, omdat ik mijn leningen kwijt ben, omdat ze is nu dood. Ik heb heel mijn leven lang geld geleend gehad bij dingetje. Mevrouw Leemans. En jullie kunnen zeggen wat ze willen, maar lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. En ze is altijd een vriendin gebleven. Dat gebeurde soms wel eens op vuiven dat ze zat weer, dat ze dan met andere mannen zo begon te noemen, zeg je zo tegen een zijn been. Als je zo'n trage danst en je stapt tegen deze been aan te scheuren, kun noemen ze dat. Zo'n luchtneuken of zo. Dat was dan hard, maar ja, dat doen alle vriendinnen. Dat was een goed mens. Maar omdat hij nu dood is, moet ik voortaan mijn sponsor vermelden. Namelijk
Super pizza carbonara. Ken ook jij dat gevoel dat je s'avonds laat thuiskomt en je wil niet meer op restaurant? Ontdek dan vandaag nog super pizza carbonara. De beste pizza, spaghetti, lasagne, tagliatelle en carbonara. Live met loksaus en sojascheuten. Binnen de 48 uur bij je thuis geleverd door een loopjongetje zonder beugel. Super pizza carbonara. Ontdek ons vandaag nog en bel 03-09-011-012-010-006 of surf naar www.superpizzacarbonara.com. Kom. Beschimmel de pizza, dan krijg je binnen de 48 uur de helft van je geld terug. Super pizza carbonara. Wij zijn al onderweg. Ik ben er blij mee. Met die sponsor. Ik word trouwens ook gesponsord door deze man die de affiches van dit optreden mogelijk heeft gemaakt. Dus geen grap. Mathilde Studios voor al uw drukwerk. En ik ben blij met die hem, maar ook met die super pizza carbonara. Omdat als ik honger heb en ik wil zelf kokerel, dan moet ik heel eerlijk zeggen, zelf bak ik er niks van. Dus als ik zelf spaghetti eet, dan neem ik gewoon een bussel rauwe spaghetti. Ik breek die op mijn knieën in twee, dan knabbel ik die op en dan geef ik er daarna pas kokend het water bij. Is dat wel vegetarisch? De laatste keer dat ik nog maar een blikje zwamworstjes openschroefde, snee ik wel niet in mijn vingers, maar toch in mijn neus. Dat is dus juist even erg. Ja, nog erger, vingers heb ik er 10, een neus heb ik er niet meer. Vaak snee dan zo diep dat het er ook precies 2 werden. Daarom dat ik hier mocht spelen, dus eigenlijk met één neus er dicht gaan, de andere neus er dicht gaan. Maar een tijdje geleden heb ik toch voor mijn vrienden, heb ik niet, voor mijn kennissen, maar dan wel voor 3 goede kennissen, een etentje georganiseerd gehad. En dat gebeurde om de volgende reden. Ik kreeg ineens telefoon om 6:30 s'morgens van de VDAB. Als je om 6:30 s'morgens wordt opgetelefoneerd, dan weet al, het is de VDAB. En voor de rest ligt iedereen nog te slapen. Met de mededeling, Don Vitaalski, vanaf nu zeg je voor de rest van het jaar iedere dag 51. En dan vond ik tof dat ze me dat melden, want zelf kan ik mijn leeftijd niet meer uitrekenen. Ik heb dat kastje nog wel, maar ik heb de laatste keer dat ik wou uitrekenen hoeveel jaar ik was, heb ik dus per ongeluk in dat kastje 3 keer na elkaar de verkeerde pincode in de tik gehad. Dus als ik nu nog mijn leeftijd wil weten, moet ik dus eerst naar het heroriëntatiecentrum voor een gelijkvormigheidsattest. En dan geven ze zo'n hele hoop nieuwe pincodes en zelfs, ik weet niet of ik heb een puk. Code kreeg je er ook nog mee. En dan kun je dan gratis inloggen in een app. Hè, dus gelukkig wel een gratis app. En dan moet je met een YubiKey, een authenticator aanvragen. En dan moet je dus al die inlogcodes proberen in te loggen. Dat is ongelooflijk moeilijk, maar als het dan toch lukt, nog 5 codes en je bent ingelogd, moet je ineens een mail naar uw eigen sturen. Ik weet niet of je dat ooit al moet doen. Dat onmogelijk. Je denkt, oké, even een mail naar mijn eigen. Maar dat, als je dat nou, dat is kei moeilijk. Ik bedoel, wat moet ik mailen naar mijn eigen? Ik bedoel, ik weet alles al. Ik bedoel, ik weet niet alles al, maar ik weet alles al dat ik weet. En een vraag stellen gaat ook niet, maar ik weet dat ik het niet kan kunnen beantwoorden. Ongelooflijk moeilijk. Hè? Dan moet je dan een IT'er gaan halen. En die heeft dan de mail naar mijn eigen gestuurd. Dus hij stuurde een mail naar mijn eigen. Dus dat lukte. Nog 6 codes en we zijn er nog een halve puccode en één authenticator. Ik ben ingelogd en dan, ik weet niet of je dat ooit al eens gezien hebt, bewijs dat je geen robot bent. En dat is dus echt moeilijk, hè? Bewijs dat je geen robot bent. Hoe moet ik dat bewijzen? Waarschijnlijk ben ik geen robot, maar hoe moet ik bewijzen dat ik geen robot ben? Trouwens, die computer is zelf een robot. En dus dan moet jij als mens aan die robot bewijzen dat jij geen robot bent, zonder die robot te beledigen. En dat gewoon, maar dat is zo moeilijk. Je bent er zo lang mee bezig, tegen dat je eindelijk bent ingelogd, is er een heel jaar voorbij, zijn je opnieuw verjaard, kun je opnieuw naar het heroriëntatiecentrum. Met andere woorden, als een VDAB je een gelukkige verjaardag wenst, dan is dat toch altijd een beetje met terugwerkende kracht. Normaal drink ik als de mensen applaudisseren. Nu applaudisseren de mensen als ik drink.
Dat klopt hier niet. Hoe doe je dat? Dus goed, ik weet, pak ik er niks van, maar ik ga toch een etentje geven. Hè. Mijn drie beste kennissen zaten dus aan mijn tafel. Helemaal links, een goede maat van mij, een Eddie, Ronnie. Die gaat je net dus Eddie, Ronnie. Niemand weet wat is een voornaam, wat is een achternaam. Sommigen zeggen zelfs dat het een voornaam Eddie Strepke Ronnie is. En dan weet niemand dat het een achternaam. We weten het niet. Eddie, Ronnie. Dus dat is een gastje net ooit. Ik heb daar ooit bij een derde middelbaar gezeten. Hoe komt dat? Die gasten is ooit expres 6 keer na elkaar blijven zitten. Speciaal om bij mij in de plaats te komen zitten. Heeft dat ook maar 1 jaar geduurd. Daarna is hij weg. Blijven. En die zit er aan die tafel, die probeert zijn best te doen om vriendelijk te blijven, maar ik zie dat het heel moeilijk mee heeft. Kijk, Vitaalski, dit is echt wel de lekkerste zandschotel dat ik ooit gegeten heb. Ik zeg, dat is dan wel aardig, want dat is uit de stoofvleesschotel. Dus die stoofvleesschotel was zo slecht geworden dat dat er zalm begon te smaken. Maar wel nog een goede zalm, wel nog een goede zalm. Daarnaast staat een Dimitri, jullie kennen hem al, een Dimitri, elk heet hem Dimi, maar wij noemen je zo met Dimitri. In de volgende omgang, dat was wat kritischer. Hij zegt, Vitaalski, ik heb toch 2 opmerkingen. Ten eerste, dat eten, dat is walgelijk. Dat is precies gelijk die Biggie Burgers van nu. Je weet niet, zal ik nu wat overgeven of zeg dat je wat insteken. En zegt hem, hij zegt, dat is walgelijk dat ik ooit gezien heb, ooit geproefd of geroken heb, afschuwelijk. En zegt hem, ten tweede, het is veel te weinig. En dan daarnaast is dat zo'n applaus, dat stopt er maar mee. En daarnaast zat, wat nu werkt het in Afrika, daarnaast zat die Ilse, en Jean-Metute Ilse, onze Ilse Christiaanse. Dat is nog een ex van mij, enfin die van mij, maar toch van een goede vriend van mij. Op een duur als licht dat is, weet ook niet meer goed wie zit hier op aan. Maar nu was het licht begaan. En die probeert ook vriendelijk te blijven. Ze zegt, kijk Vitaalski, die gepaneerde koude mossel, of wat dat ook is, krijg ik wel binnen. En nu besef ik ineens dat ik deze grap volledig verkeerd neem. Toch niet? Ik dacht even dat ik helemaal verkeerd bezig was, maar dat is niet. Maar ik ga ze wel even een rerun doen. Dus die zomer tussen Ilse, onze Ilse Christian zit er aan die tafel. Ze zegt, kijk, die koude gepaneerde mossel, of wat het ook is, krijg ik eventueel wel binnen, maar zegt ze, draagt precies een rare bijsmaak om die schefjes ananas. Ik zeg, kijk, dat is gewoon de kaasrand. Gewoon ogen dicht en doorslepen. En het schijnt iets dat zelfs gezond. De mensen die nu die livestream volgen, die snappen er niks van. Zo cool, je moet ticketjes betalen, mensen van Facebook die nu aan het zien zijn. Nu, de situatie werd zuur. Ik dacht, is dat nu mee dat ik zo'n eigenaardige rook rook? Ik dacht, van, hoe moet ik vooral vanuit die keuken, die luchten, zag ik ineens dat die zomer dit. Onze Ilse Christiaanse, zag ik ineens dat hij bij ons in huis zat hij naar de stoofstoof. Ik zag dat ze naar de stoofstoof en dan viel mij op dat ze er eigenlijk overdreven bleek. Zeker in dat overdreven licht. Bleek zij bleek like een lijk dat zogezegd met vocht. Met water dat zogezegd veel te heet. Dus die dacht, wil zij misschien dat ik om haar te verfrissen met die komkom? Of denkt ze misschien dat dat met deze kan? Want die heb ik al vast. Dat ik om haar te verfrissen ijskoud water zou uitgieten langs haar armen. Terwijl ik al met een kan. Maar ja, het is duidelijk dat ze liever wild. Ze zou hier beter ergens een kussen, zelfs als hier een van de vuile was was. Maar het is duidelijk dat zij het liever wild. Waarschijnlijk vraagt ze biedt nog of ik voor haar een badpak pak. Maar wat, dames en heren, als ik haar dan per ongeluk in een razernij van een trap, of in een trip van een trap, of wat als ik haar speed per ongeluk met een schop, wat als ik haar schop met een schop van in het schop, waarmee dat ik normaal gezien alleen maar de schuur, of wat als hier ergens een steel, en er dan met een stomp. Nu gelukkig direct daarna, ik zat zat op mijn stoel, ik dacht voordat ik in die val, en dan mij zit een straf, want het is onnozel, maar God weet dat ik erom doe nog met een krop sla. Of zelfs met krap sla, krap en sla. Ik denk bij mezelf, ik zou hier beter van die smerige vloer, al die appelmoes en al die rapen. En dan maken dat ik uit deze vertrek. Want wat als straks het parket deze parket ziet. En haar een advocaat hier, al die advocaat.
En terwijl dat ze haar wegdragen op een draagbaar. En terwijl dat ze haar polsen. En hier al die kapotte ramen. Daarmee dat ik dan uiteindelijk spreekwoordelijk als een boog. En eerder figuurlijk als letterlijk door het venster naar buiten vloog. Wow. Applaus! Applaus! Ik wil dat voor. Misschien een verwaarschuwing. Ik kan hier even op een klok zien hoe lang ik al bezig ben. Is die eigenlijk nog wel aan het filmen? Of is die eigenlijk al een half uur niet meer aan het filmen, maar jullie doen nog alles op. Mensen durven dat niet zeggen. Die staat al lang af en toch geloofd en zo. Is die nog altijd aan het filmen? Kun je zien hoe lang dat die nou aan het filmen is? Dan weet ik ook gelijk hoe lang ik al bezig ben. Nee, dat kan. Hoe laat is het? 20:10, dus ik ben al 40 minuten bezig. Dat is kei erg, maar ik wou eigenlijk nog. Goed, misschien tijd, want dat is laat, om jullie daarvoor te verwaarschuwen. Wat ik nu aan het doen ben, voor mensen die dat nog niet begrepen hadden, dat noem ik een monoloog. En daarvoor had ik jullie moeten verwaarschuwen, want dat is bewezen van alle theatervormen, zelfs van alle soorten van entertainment, is de monoloog de saaiste vorm die ze ooit hebben uitgevonden. Een monoloog. Dat is gewoon één gast of één griet, maar in dit geval een gast voorlopig nog, die niks anders doet dan de hele tijd tegen uw aans van zeveren, zonder middelen, zonder special effects, precies een leraar aardrijkskunde. Precies een leraar aardrijkskunde dat zijn eigen interessant vindt. En vroeger was aardrijkskunde interessant. Dan was dat van, wat is de hoofdstad van Ibiza? Wat is de hoofdstad van Afrika? En dat je dat dan wist, mocht een bak naar voren. Wat is de hoofdstad van Mallorca? Ik wou eigenlijk niet over beginnen, maar ik heb geen erover. Ik heb ook pas gelezen in de gazette. Dus dat is eigenlijk grellig. In Mallorca krijgt er om het half uur een grootmoeder een mes in de rug. Dat die grootmoeder er toch nog naartoe blijft gaan geven. Dus dat is interessant, maar tegenwoordig, over wat gaat de aardrijkskunde? IJzer-ertsontginning in de kondros. Afschuwelijk dan. Het saaiste dat er is, een monoloog. Je hoort dat ook aan het woord, hè? Een monoloog. Keisaars, kurkdroog woord. Eergisteren gingen we naar de striptease-bar. Gisteren gingen we aerobieken. Om oh nee, voor een donderdag stond er in onze agenda een monoloog geprogrammeerd. Nu troost, dames en heren. We zitten nu in het laatste hoofdstuk van deze monoloog. Ik zet er vet mee, misschien dat de laatste hoofdstuk ook nog 3 uur en een half wordt. En ik werk wel naar een einde toe. Dit gaat over een fantastisch trauma, daar zal ik dat mee afronden. Dat mij is overkomen een jaar of 18 geleden, 18 jaar en 6 weken en 4 uur geleden. Ik geef toe dat ik zomaar niet eruit, dat is nooit echt exact, dat is zomaar een schatting. Reed ik door de Ik reed over de Bredabaan. Maar niet met mijn auto, ik reed op een fiets. En het was een bijzondere fiets, want die fiets had geen zadel. Met als voordeel, als je erop zit, schuift het er ook niet meer af. Plus, maar een moment dat ik achteraf was, die fiets had ook geen stuur. En ook geen achterwiel. En geen voorwiel. Eigenlijk was dat gewoon een ketting met een slijklapperaan. Maar ja, als je hard genoeg trapt, krijg je alles in gang. Dus ik vlam er vandoor, door de Bredabaan. En ineens zit ik daar, tot mijn flabberde gassende verrassing, aan de zijkant op de trottoir van die straat, zit ik daar ineens een konijn zitten. Dat is op zich geen reusachtig konijn, is ook geen agressief of crypto-fascistisch konijn. Op zich goed konijn achternaam. Enfin, mijn konijn, niet meer dan zijn. Dus. Maar ik kan gewoon één konijn, niet één specifiek konijn, maar ik kan gewoon enkelvoudig konijn achternaam doen, dat dan zijn hele ras representeert. En dan zal ik nu verwijzen, ga ik nog beter dan de Johan van Allemotten. Dus ik doe nu een dier na. En jullie moeten proberen binnen de 8 seconden raden welk dier is het. 1, 2, 8! Yes! Ik dacht dat er iemand zegt hamster, dan stop ik gelijk. En ik echt naar weg. Maar dames en heren, en daarom is deze verhaal. Als je dat konijn langs op. Ah ja, dan moet ik er nog bij zeggen. Ik speel dat konijn als ik dat na doe vanaf hier. Dat is geen talk voor de mensen die van achter die paal zitten. Als ik val en ik sterf, ben ik dus blij dat jullie aan het filmen zijn. Daar is hier de maatje. Ja, dan moet ik er dus bij zeggen. Ik speel dat konijn vanaf hier.
He, dus hier, dat zie je ook, dat zeg ik. Van de schoenen, konijn zal nooit zo'n schoenen aan hebben. Maar vanaf hier ben ik, ben ik dat konijn. Speel dat zo goed mogelijk. Ja, ik ga maar gerust recht staan. Ja, wel, jullie zien dat konijn in profiel. Jullie zien dat frontaal. Wat het nadeel van jullie zou weten, als je mij langs opzij zit, ben een neus die de vorm heeft van een tomaatcrevet. Voor jullie is dat helemaal anders. Maar ik zou toch een beetje half zo. Nu zien jullie mij allebei in profiel. Allebei de kanten, nu. Als je goed oplet, dan zie je dat konijn mankeert één ding, namelijk... Oren! Dus oren wel, maar jullie begrijpen het. Laagste plafond ooit. Ik heb mijn oren ingetrokken. Maar dat konijn heeft geen... Je weet het, zeg het. Staartje. Jawel. Ik heb wel een staartje, maar zoals jullie weten... draag ik een zwembroek die ik niet meer uitkrijg. Dus kan ik dat staartje ook niet laten zien. Oei. 250 meter schoolslag. 250 meter schoolslag. Vastgenaakt door mijn moeder. Ah! Dus als je dat konijn langs opzij zit. Nu maak ik ook reclame voor Azerti Factor, daar is daar de redacteur van. Als je dat konijn langs opzij zit, niemand staat, niemand horen. Maar dat konijn mankeert één ding, namelijk. Wie zei tanden? Denk je dat ik er altijd zo uitzie? Dat is echt groot dat je zegt tanden, kom aan. Een pels geef ik wel aan. Wat, een wortel? Het klopt dat ik geen wortel heb. Maar het probleem is, dat is een attribuut. Snap je, zo kan iedereen beginnen. Ik heb geen darkboot. Ik heb geen monopolieboot. Snap je, zo kan iedereen beginnen. Nee, kom aan, het is gemakkelijk, kom aan. Waar heb ik niet? Snor wel, een vacht hem zal ik zeggen. Achterpoten. Achterpoten, voilà. Hoe lomp kunnen zijn. Twee man was toch mee. De rest volgend jaar allemaal terugkomen. Dat konijn heeft geen achterpoten. En toch komt dat konijn op het weinig gelukzalig makende idee om die laroliminiaire op die breda baan over te steken. Dus wat gebeurt er zonder dat je dat wil? Dus ik zit hier op mijn fiets, hier is het konijn. Zonder dat ik dat wil. Trouwens, normaal gezien is zo'n konijn toch schichtig van zijn eigen. Dus dat kan dat toch niet gebeuren. Dus zonder dat ik dat wil, dus ook nergens een zebrapad of iets. Dus zonder dat ik dat wil, dus dat is ook dat konijn zijn eigen schuld. Ik kan er zelf niet aan doen. Zonder dat ik, dus ik kom me eigenlijk ook niet schuldig beginnen voelen. Zo, ik kom me eigenlijk niet afvragen, we stoppen zo, dat is een konijn helemaal. Ik krijg het niet verteld. Iemand help. Zonder dat ik dat wil, ruik ik met die fiets dat konijn overhoop. Dat beestje, inderdaad, zit zo met zijn oren, met zijn poten, tussen die ketting. Dat roept zo zelfs nog, iiii! Wat dus ongeveer hetzelfde is als, ah! Dat wordt dan een mens zegt, ah! Zegt zo'n konijn meestal, iiii! Konijn zegt soms ook, iiii! Maar dan wordt dan een mens zegt, oeh! Bijvoorbeeld, je hebt hier een pleister op je snor. En je trekt die pleister in één beweging af. Er staat iemand bij, die ziet dat gebeuren. Dan kan die persoon die dat ziet gebeuren, empathisch noemen ze dat, kan die reageren met te zeggen, oeh. Konijn zegt soms ook, oeh. Maar dan wordt dat een mens zegt, ii. En zo is je cirkel rond. En je kunt echt alles wijsmaken. Ik heb ooit ook wel eens, ik wou dat ik niet over beginnen, maar jij begint erover. Ik heb ooit ook wel eens een hert overhoop gereden. Maar wel niet met de fiets. Dat lijkt me heel moeilijk, ik moet er al uren achter zitten. Behalve misschien een pasgeboren hert. He, zo een hert die een paar uur geleden met van die natte poten in het gras ligt, een paar uur geleden geboren. Als ze dan zeggen van het leed daar ergens, ga je dan met een BMX, wel overgaan. Dat is grof, maar dat ga je het niet doen, doe iemand anders. Nee, ik reed toen nou met een auto, dus was het heel raar. Ik had nog maar pas mijn rijbewijs en heb ik dus op een half uur tijd 17 herten overal gereden. Ik reed toen door de Efteling. Maar ik wist dat niet. Ik zag wel overal van die strooien taak. Ik zag wel overal mensen op boeren klompen. Ik dacht, ben ik dan nu al in Duffel? Maar ik ben zelf een campenzoon. Ik reed door de campen. En ik zag overal van die driehoekige verkeersborden. Met daarop afgebeeld een springend hert. En echt wel goed getekend. Dat je niet denkt van, wat beest is dat waarom? Echt goed getekend. Ik had me pas mijn rijbewijs, maar ik dacht, dit snap ik.
Ik zag gewoon wat die verkeerd wordt. Ik dacht, dit snap ik. Hier mode herdraaien. Ik stap af. Ik passeer een nachtstation. Ik denk, hier ga ik even langs. Niet om bij te tanken, want ten eerste ik ben met de verloop, de tweede energiecrisis. Hoewel ik heb weinig last van de energiecrisis, heb ik goed advies, want ze zeggen de naft is wel duur. Je moet gewoon doen als ik tank nooit voor meer dan 20 euro. Dus voor mij verandert er niks. Maar dan ga ik even naar de naftstation voor wat een stukje konijn uit mijn ripfluwele jeansbroek te pulken. Nu kom ik aan dat naftstation, stond ik ineens onverwacht, oog in oog met, dames en heren, een gemiddelde wauw. Een gemiddelde Waal, dat wil dus zeggen een gemiddelde inwoner van Wallonië. Dus daar wordt dat het allemaal verkeerd. Dat is beginnen. Met de as van het kwaad in het Zuidoost. Een barakfrituur. Ik weet niet, volgen jullie d'actualiteit? Hebben jullie pas die beelden gezien van die gemiddelde Walen? Hoe dat die hun eigen stand te wassen in de oerten? Misschien zo eerst één oog, pas een half uur later zie je een ander oog. Dan denk je van wat is deze? En dan valt u Frank, oh god ja, deze dingen. DJ Reinders. Kijk, grellige wal. Hier nog wel nog grelliger. De grelligste wal van heel de hoop dingen is Patrick de Wal. Heet er drie, Vicky de Viking, Erik de Noorman, Patrick de Wal. Patrick de Wal is een beetje gerokt in even af. Nu, deze in dat nachtstation, herkenbaar aan zijn ogen, ik hoor precies zo radio spelen of zo. Is er iemand die de radio spelen? Moet kunnen, maar is toch hard, maar moet kunnen. Nu, die gemiddelde wal, die is er nogal opvallend mee bezig in dat nachtstation. Ik denk, wat is deze? Is een gast er nogal opvallend mee bezig een naftspuit in zijn hol te duwen. Maar echt opvallend. Iedereen moest dat zien. Ik snap dat je kunt soms in een situatie komen en dat komt niet weten. Hoe moet ik dat anders oplossen? Ik snap dat. Maar ik vind, doe dat dan discreet. En doe dat dan tussen twee autodeuren, dat niemand dat ziet. Maar deze wordt echt een show van maken. Echt wat ze noemen een vuile wal. En ik passeer daar, ik denk, ja, ik moet iets zeggen, ik wil me eigenlijk niet moeien, maar ik moet iets zeggen. Ik zie er een beetje, excusez-moi, mais ça n'est pas normal. Non, zegt hij, c'est super. Nou, ik vertel soms expres moppen die jullie al kennen, omdat dat tenminste moppen zijn, waarvan ik weet, die gaan ze snappen. Hoe lang ben ik nu bezig? De voorstelling is ongeveer gedaan. Hier nog een gedichtje, naar waarheid getiteld, mijn zaad is op. Can I get a woo? Het ligt niet, mijn zaad is op. En daarmee stop ik dan. Ik moet zeggen, bedankt dat jullie hier en daar met mijn humor hebben kunnen lachen. Want humor is echt mijn beroep. Ik ben van beroep een humorist. Dus als ik zo heel de avond geen ene keer met mij lacht, valt dat eigenlijk onder de categorie pesten op het werk. Mijn zaad is op. Het ligt niet aan je lichaam. Het ligt niet aan je kop. Het ligt niet aan je rotkarakter, schat. Mijn zaad is op. En wat baat een of ander hooglied wanneer ik enkel droog schiet. Waar slaat dat op? Mijn zaad is op. Mijn slurf ligt in het slop. Mijn scrotum is verschrompeld tot een opeengefrommelde prop. En wat, om dat te bevestigen, nog rap gaan 69. Te laat daarvoor, mijn draad zit strop. Mijn bilnaat is versleten. De blok erop op, op die oplaaspop. Kom, laten we dit vergeten. Niet ligt het aan je lingerie. Niet aan je nieuwe job. Het ligt niet aan die whisky, want vanavond was ik Bob. Maar laten we stoppen onszelf te floppen. Al bleef je er dagenlang keihard op kloppen en kreeg ik een trio met Leslie aan poppen. Wat bracht het op? Mijn sop is op tot in de laatste drop. Al gauwer zou je zwanger worden van kabouterklop. Al kan ik dus wel nog even als kabouter rechtop staan, toch wel jou nog beffen. Mijn spel is naar de botten, mijn zwengel is kapot. Mijn eikel is letterlijk naar de kloten, mijn balzak een shallot. Dus dat was in een notendop een grote flop. Zo laat nog op die latexpop, dat is noppes voor een koppel. Kom, kortom, kop op, mijn zaad is op. Full stop! Dank u wel.
Bonkenkampstoel live in Belgrade. Dank u wel. Nummertje, maar als je een bus wilt hebben, als je dringend moet plaatsen, hou ik je niet tegen. Dan gaan we gewoon rustig voor terwijl je zelf je discreet verwijdert. Bedankt dat jullie er allemaal waren. We eindigen een beetje religieus met opnieuw een stuntgedicht getiteld Octus Boctus. Duurt wel echt al 8 minuten, dus ik begrijp het als je wegkomt. Ongelovigen hier allemaal. Alle man hier aanwezig heeft meer jaren in een kroeg gezeten als seconden in een kerk. Luister het dan allemaal goed. Gedenk de pijn van jullie pasten. Gelooft in Christus zijn allereerste visioen. Dan zal er de komende 14 dagen niks meer of er iemand u pijn kunnen doen. In ontij en kwaal ter voorbereiding van ons allerlaatste galgemaal. En om af te bleken ons schismateken. Daarom zijn we hier samen. In de naam van de geur van de brandende bramen. Zet open alle ramen. In de naam van het Vader, Zoon, Zijl, Jezus. Amen. Als er nog mensen zijn die stilletjes weg moeten, dat is geen probleem. Ik vind dat heel normaal. Ik ben zelf net zo ook vroeger weg dan bord eigenlijk. Octus Boctus, een kalversteert dat gekrokt is. In het land van Ribbedemide, Sinaïe, waar dat de kiekers uit hun gat kraaien. Veedieren met een steertbassen voor kezenbrooi die aan de wil gewassen. Daar liep ik van huis met een schedel vol gruis. Door schuim en as, door hagedorens en hoog gras. Hoewel ik daar niks verloren niet was. Met een hond lag te gapen, mijn vrouw was ontslapen. Mijn kinderen die werden in onschuld geschapen. Mijn lesgeborene kostte nog horen tot voorbij de beltoren van de kapel van Israël. Waar mageren hein van het Helse plein vol wrok en venijn zijn wijwater drenste in drek en azijn. Als ik daarvan vernamp, maakte ik dat ik daar wegkwam. Aldus octus boctus, een kalversteert dat gekrokt is, maar gekrompen ook van de klamme kou. Zo schoof ik met mijn schouders naar beneden door een schouw. Alsof ik terugkwam van 2C, stond ik ineens in een café waar een traporgel draaide en dikke spinnen er binnen waaide. Er kwam er een kleine duvel voor, die lag te brammen voor de deur. Hij bakte koeken voor alle man, die kreeg er een stuk of 100 van. Dan kreet ik hem toe, door wie zijn een strot of wanneer of hoe. Gaat deze deeg mij redden, dan at ik ervan, ik weer niet goed. Dat bleek het pissenbedden. Een kromme meneer die net daar zat en gulzig van zijn borden had, kreeg op zijn neus een afreuze vrat, als sloegen ze plat. En mende zich te krabben, maar tussen die kwabben, er zat er intussen een muskusrat met de kop van een kat dat zijn eigen op had. Als ik daarvan vernamp, maakte ik dat ik daar wegkwam. Haat, kwaad, kweliaat, vergiftigde melk in een kropsalaat, wat later stonk op straat. En kwilde er vanaf van die kwellende straf. Strunkelend over Sint Paulus zijn graf, kuste ik zijn mijter, verkocht ik zijn staf. Blaffend tot God verdien ik geen lieve nummer ook. Te voet graak en tremelo, toch doe me liever een peert cadeau, dan sloop ik alle muren van Jericho. Dat peert dat kwam toch weer ik bedrogen, wel tam als een lam was dat blind aan allebei zijn ogen. En zijn rug was een brug, en die brug droeg mij weg tot over een eg waar Christus mij wachtte, maar Judas met mij lachte. En Petrus apostel met brandende tangen, met zijn tenen naar omhoog tegen een kruis weer hangen. Zo vreselijk, zo kreetachtig en zo zwart, ik kreeg het ervan als ik het zag aan mijn hart. Zutem, zatem, zagemeel, het weer te laat, het weer te veel. Maar Octus, Boctus, Cornelius, Kilian, zo is het mij vergangen, zo is het mij vergaan. Door pieken en parken, die roken er zwavel, sprong daar nog een varken dat kost klappen door zijn navel. En ik sprak te strak, had ik gezwind een blind pertje. Is dat hier soms niet verscheiden? Dat varken zei nee, dat ze hier van de nacht niet voorbij komen rijden. Toch wees met mij aan bij een brandende spaan in een gracht waar al in 8 jaar geen vocht had gestaan. Verdronken, verschrompeld, verkrompen en vergaan, alsof het van zijn leven niet eens had bestaan. Snel greep ik hier om alle scheermessen uit mijn schoen.
ten einde bekwaam van dat varken zijn vel af te doen. Al dus inderdaad haat en kwaad en kweeljaad verkwanselt alle kwijzels, want kwijt het weer laat. Maar zuut hem, zaad hem, zaagmeel, wat voor die droogklobber neest er omhoog door mijn keel. Eerst liep ik verloren, dan achterstevoren, dan vloeide er, voelde ik bloed uit al bij mijn oren. Zo zijn ik alsnog door een weiland gegaan, totdat ik daar ten slotte onder de slagtand van de maan in sneeuwbleke nevels mijn gevel ineens zag staan, als slagroom in een dagdroom, zo schitterend wit verlicht, godlof, als regenbogen die weer recht gebogen, godlof, voor nuislacht een kraas voor de wedergekeerde rietveldmuis. Moord kon hij zijn als folterpijn, mors dood over mijn drempel, zijn tanden allen uit zijn mond, zag ik hier in het schensel mijn eigen mors zwijgende hond, met vijgen en vettige vliesjes rond. Mijn eigenste vrouw bleek in de blaffeturen ingedraaid al 17 uur. Ik kon ze eigen al niet meer bewegen zonder de koster zijn zure zegen. En mijn 17 kinderen die ik zo geer nog eens een keer had gezien, die hun beenderen bleken verpulverd onder een grote vlakke steen. Wat kwam ik toch tegen, wat een gitzwarte regen? Nog het vilijnste bekwam de kleinste. Ik liep er naar binnen, zijn deur op zijn half. Ik zag in zijn wiegen wel lachen, een kalf. Als ik daarvan vernam, verkreeg ik een kramp als een Siberische berenstam. En parachuteerde ik als van hun hemel gevallen kapotte kristallen, dwars door alle dunne daken om te kunnen maken dat ik er wegkwam. In distels en dorens, in takken, stokken en stenen, met mijn steert tussen mijn benen, plat op handen en voeten, zodoende dieren poeten in de brandende bramen. Doe toe, alle ramen, in de naam van vaders en zoons en heilige geestes. Amen.